Dit is het moment dat er iets moet gebeuren. Tenminste, als de Friese boeren van de muizen af willen. Vooral in het gebied tussen Sneek en Lemmer zitten de percelen er vol mee. Sommige plekken wat er zegt zijn er 1000 muizen per hectare. En die veldmuizen vreten alles kaal. Weet ook melkveehouder Bert Brouwer uit Kove de Riegen. In 2014, toen was toch 2/3 van de oppervlakte was helemaal weg bij ons. Ze waren helemaal kapot gevreten, er was niks meer van over. Dus daar heb je ook geen vrede meer van. Het is helemaal weg. Weer opnieuw inzaaien. Over de kop halen, doorzaaien. Van alles weer gedaan. Hoop kosten. En geen vrede. De schade is in 2014 zo'n 50 miljoen euro. LGO Noord en Wetterskip Friesland verwachten dat de overlast dit jaar nog veel groter zal zijn. En dus kondigen ze een code rood af. Tijdens een demodag dinsdag in Woutsend roepen ze boeren massaal op hun land onder water te pompen tegen de muizen. Enerzijds het laten zien van de methoden en de investeringen en het gebruik van welke waterlook je het beste kunt gebruiken of welke slang je kunt gebruiken. Maar daarnaast ook het attent maken van de boeren van kijk ook in je eigen land van hoe is de situatie bij jou en ga eventueel als nodig is aan de slag. Van de 3 verschillende bevloeingstechnieken gebruikt Bert Brouwer deze slang. Het is effectief en wordt daarom de Rolls-Royce onder de slangen genoemd. Het is een mooie stevige slang. Die blijft beter liggend. Nou, als je een worteldoekslang hebt dan, en je rolt hem uit en er is wat wind, dan rolt hij weg. Omdat hij gewoon te licht is. En deze die blijft mooi liggen, mooi stabiel. Een stevige slang. En ook een die wat langer meegaat, denk ik. Het perceel wordt onder water gezet en de muizen gaan op de vlucht. Ze kunnen zwemmen, maar bestrijden met water is wel degelijk effectief. Ze raken wel dik in de stress, dus de voortplanting die staat eerst voorlopig ook even stil. En er zijn er ook bij die gaan uiteindelijk toch dood. Door stress. Dus dat ben ik niet zo. Het meeste wordt wel gepakt. En zodra wij afstand nemen, komen de meeuwen in actie om de muizen stuk voor stuk van het land te plukken. Alles pak je nooit. Dan moeten we ook niet denken dat we dat kunnen. Dat lukt niet. Maar wel 80%. Komen de boeren gezamenlijk in actie, dan voorkom je dat de beesten naar een ander perceel vluchten. Daar komt bij. Momenteel stimuleert het waterschap de bestrijding van muizen met water nog. Want? De droogteverschijnselen zijn nog niet van die de mate dat ze zuinig moeten zijn dat water. Er is nu nog water zat, dus het kan nu nog gebeuren.